Wij zijn bezig met het bouwen van twee clamshelters. Dat zijn grote onderhoudshangkaartenten die we gebruiken voor het onderhouden van de Apaches. Inmiddels zijn we redelijk op dreef met het afmaken van de clamshelter 1. Aansluitend gaan we beginnen met clamshelter 2, waar we ook een dag of 8 voor nodig hebben. Op 2 mei heb ik van het deployment element het kamp overgenomen, waarmee het kamp eigenlijk bewoonbaar is verklaard. En zijn we inmiddels hier met bijna 300 man aanwezig. En de komende 4 maanden is het onze taak om van een bewoonbaar kamp een werkbaar kamp te maken. En gaan we beginnen met het verder inrichten van de werklocaties, het omzetten van de tijdelijke legering naar permanente legering. En hopen we in de tussentijd, in die 4 maanden, ook nog op kleine schaal operationele opdrachten van de eenheden te ondersteunen. Nou, de eerste zaken die nu gebeuren is dat we onze voorraden aan het optoppen zijn. Vandaag is de eerste munitievlucht aangekomen. En de komende weken verwachten we nog verdere opvoer van munitie.